ik weet die zondag nog dat Mark Rutte zei dat restaurants dicht moesten voor 3 weken. Dacht ik echt van, wow, 3 weken dicht. Heftig, hoe gaan we dat doen? Als je erop terugkijkt, heel gek natuurlijk, want we zijn onderhand al 10 maanden dicht geweest. Maar ja, het eerste lockdown hebben we ervoor gekozen om gewoon dicht te blijven. Hebben wij de boel een beetje netjes gemaakt, het terras aan kant, de meubilair geverfd. En 1 juni mocht het weer open. En dat was direct top. Dat was echt een hele goede zomer gedraaid, 2020. En toen kwam de tweede lockdown. Ja, die tweede was alleen een klappertje. Kijk, het heeft ook positieve kanten gehad. Als je een restaurant hebt, ik heb dit nou 8 jaar, 9 jaar een eigen zaak. Dat is 9 jaar lang vol gas geweest. En 1 stuk door. Weinig tijd om te reflecteren. En dat is natuurlijk super mooie tijd geweest. En we hebben een hoop bereikt. Maar nu heb ik een tijdje niks gedaan. Of niks gedaan. Gewoon veel vrij geweest. En dan ga je wel nadenken van... Wat willen wij zijn? En wat gaan wij doen in de toekomst? En hoe wil ik het doen? En er zijn wel een paar bepaalde dingen die wij anders gaan doen. Ik ben ervan overtuigd dat ons hele eetpatroon, zoals we dat hebben en hoe we consumeren en hoe we produceren, dat dat op termijn, en dat is niet eens op lange termijn, dat dat gewoon niet houdbaar is. Ik heb jarenlang gewoon het mooiste vlees geïmporteerd uit Japan geserveerd. Dat is super lekker, maar is het nodig? Nou, nee, denk het niet. Weet je, tonijn heb ik ook nog meegewerkt. Ja, is het nodig? Nee, eigenlijk niet. Wij gaan bedenken vanuit wat is hier te halen? Wat is op dit moment duurzaam? Wat moet je even met rust laten omdat er gewoon, omdat het overbevist is of gewoon te groot impact heeft op het milieu? Ik denk dat het tijd rijp is dat ik wat meer naar voren treed, gewoon in de zaal. Dat heb ik al gedaan afgelopen zomer. En dat bevalt eigenlijk heel goed. En ik had een souschef, Valk. Ik heb een souschef, Valk van Essen. Echt topgozer. Daar kan ik mee lezen en schrijven. Die werkt hier nu 3,5 jaar. Wij denken hetzelfde. We bedenken alles samen. Ik zei, nou, weet je wat? Jij bent de keukenchef vanaf nu. Jij krijgt gewoon de credits voor wat je altijd doet hier. Want je hebt al de dagelijkse leiding. En ik ga hem wat meer... richt op de zaal. Gewoon contact met de gasten, uitleggen aan de gasten waarom wij dingen bedenken, hoe wij dingen bedenken, waarom wij gerechten serveren. Wij hebben ook niet stilgezeten, hè, deze sluiting. Dus wij hebben onze wijnkaart geperfectionaliseerd, we hebben onze menus verder uitgedacht. We hebben stap voor stap alles wat we doen hier hebben we onder de loep genomen, zo van hoe kan dat beter. Ja, wij zijn gewoon klaar om open te gaan, het hele team is bij elkaar gebleven. Sowieso deze hele periode met boksen en... heeft ons team eigenlijk alleen maar hechter gemaakt. Want je zit samen ergens in en iedereen weet dat het zwaar is. En iedereen die doet zijn uiterste best om het zo goed mogelijk te doen. En ik ben ervan overtuigd dat het hier beter wordt dan het ooit geweest is.